allemaal, hier ben ik weer, Dilara Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en misschien enkele video meer van mij. Ja, vergeet natuurlijk ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt en ja, op de hoogte wordt gebracht als ik een video upload. Nou, ik heb vandaag ja, mijn mooie lieve mama weer naast me zitten. En wij gaan natuurlijk verder in ons gesprek waar we gebleven zijn bij de vorige video. We gaan het dit keer hebben over de kosmos en wat kosmische energie is. En ja, dat we allemaal kinderen van het licht zijn en ja, geboren zijn eigenlijk uit de zon. En dat is heel, heel erg interessant. Toch, mam? Zeker, zeker, zeker. Zeker weten. Ja, en zo begin je het allemaal veel meer te begrijpen. Want ja, hoe zijn nou eigenlijk planeten ontstaan? Ja, niet zoals de boeken op school je het je geleerd hebben. Of hoe werkt dat nou eigenlijk? De aarde is plat. Ja, de aarde is plat. Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die er zwaar van overtuigd zijn dat de aarde plat is. Ja. Ja. Columbus dacht dat vroeger, die leefde in de tijd dat de aarde plat was. Hè? Die ging op zoek en toen bleek die toch rond te zijn. Ja. Maar goed, dat mag allemaal natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen mening en zijn eigen onderzoek. Ja. En dat is alleen maar goed, want je moet altijd op onderzoek gaan. Niet altijd alles maar gevoel aannemen wat ze je vertellen. Nou, het is, ik ga beginnen en mama, jij gaat je feedback erop geven. Ja. Nou, hartstikke leuk. We gaan beginnen. Dit is het trouwens eventjes kort, want als jullie vragen hebben van nou, wat is er nou voor boek waar ik uit vertel? Nou, het is De Meesters van het Verre Oosten van Bart Spalding. Echt het meest beste boek wat ik ooit heb gelezen, wat wij ooit hebben gelezen, is onze Bijbel. En ja, dat zal je heel veel liefde en geluk brengen, net zoveel als dat het ons heeft gedaan. Ja, je kan het bestellen bij mij op de website. Het is een dik boek, maar het is echt fantastisch. Het is een studieboek, het is niet een roman die je eventjes uitleest waarvan mensen denken, oh, ik lees het even uit. Maar het is echt een studieboek. Je moet het echt laten bezinken. Dingen ook toepassen. En niet alleen maar lezen en het tot je nemen, maar ook wat mee gaan doen. Nou, ik zal ook een link plaatsen in de beschrijving van de video en bij de reacties. Zodat je weet waar je hem kan bestellen. De video Spirituele Ontwikkeling. Daar heb ik ook veel erover verteld en lees ik stukken uit het boek voor. Nou, dus we gaan nu wat kosmische energie is voorlezen. Bladzijde 290. Tijdens een korte pauze kroop in de verte de eerste zonnestralen over de horizon. Daarna stond de Moenie op en zei, in mijn gezelschap zijn zij die op de hoogte zijn van veel dingen die de Vader ziet voor het mensdom. Ze zien met een bevattingsvermogen dat tot in de geest doordringt. Zo valt de hele wereld binnen hun gezichtsveld. Ze zien dat wat de mensheid voelt. Zo kunnen ze de mensheid helpen haar verlangens te vervullen. Ook horen ze de duizenden geluiden die normaal onhoorbaar zijn, zoals de zang van de kolibri, het geluid van een juist uit het eigen kropen roodborstje, de klanken van de veldkrekel die chirpt met een frequentie van 15.000 trillingen per seconde en vele andere klanken die buiten het bereik van het menselijk oor liggen. Dus hier hebben ze het nu over de mensen die zich verder ontwikkeld hebben. Die kunnen heel ver luisteren, heel ver horen, alles horen. Ja, de zintuigen worden dan veranderd. Ja, de zintuigen worden fijner. Het oor wordt scherper en het hele lichaam trilt op een ander niveau dan waar de materie op trilt. Dus we zitten in het geestelijke. Ja. We kunnen het ook horen allemaal, omdat het alles bestaat uit lichttrillingen. Ook die chirp van een vogeltje. Ja. Ja. Het is een geluid wat een trilling geeft. Ja, precies. Ze kunnen ook onhoorbare geluiden voelen, sturen en uitzenden die in staat zijn bepaalde emotionele gevoelens op te roepen, zoals liefde, vrede, harmonie en perfectie, die de hele wereld ten goede komen. Ook de trillingen van gevoelens van overvloed en de grote vreugde kunnen door hen worden versterkt en verspreid, zodat die de hele mensheid in zodanige mate omhullen en doordringen dat elke eenheid van het menselijke geslacht die dat wenst, ze kan opvangen. Wanneer men het bestaan van deze toestand opmerkt, werken alle menselijke eenheden samen door deze trillingen te versterken en te verspreiden. Dan kristalliseert wat de mensheid nodig heeft uit nabij of de midden van haar eenheden of mensen. Hun wensen zijn vervuld wanneer de noodzakelijke trillingen in werkingen zijn gesteld. Kunnen de eenheden van de mensheid niet ontkomen aan hun feitelijke aanwezigheid.
Zo kristalliseren de volmaakte verlangens van de hele mensheid zich in concrete vorm uit de uitgestrekte zee van Gods scheppende, onbegrensde, bewegende ruimte, is kristalhelder. Toch is hij vol trillende, uitstralende energie. En die uitstralende energie wordt gezien als waterachtige substantie, waarin alle materie of elementen in oplosbare vorm aanwezig zijn. Of in harmonische samenhang rondzweven. Klaar om te reageren op de roep van de trillingsfrequentie, die ze zal toestaan tot vorm samen te smelten. Wanneer de juiste trillingsinvloed door de gedachten van de menselijke eenheid samen met het geheel tot stand zijn gebracht. Stromen de elementen die niet anders kunnen toe en vullen ze de vorm die door het verlangen is gecreëerd. Zo is de wet en daar kan niemand aan tornen. Klopt. Klopt. Zo is het ook. Ja, kijk, die mensen die zenden trillingen uit op een frequentie, zodat wij daardoor beïnvloed worden van vrede, liefde en geluk en overvloedigheid. En die kunnen ze vergroten, omdat hun zijn die frequentie. We hebben allemaal dynamo's in ons lichaam, dat noemen ze ook de chakras, de zeven dynamo's. Dus als wij bewust worden van de geest en we gaan die krachten uitstralen, dan gaat het lichaam, de dynamo's gaan meewerken om dat nog veel groter te verspreiden. Zo kan je je energie van gedachten van overvloed, liefde en geluk, kan je dat allemaal uitzenden. Als we op dat niveau gaan komen van bevrijding van de geest, en dat we dan onze zintuigen anders laten werken als waar ze nu op werken. Ja, dus we krijgen een veel gevoeligere zintuig en we keren de zintuigen naar binnen toe, omdat het niet meer luistert naar eigenlijk de dingen wat hier op de aarde gebeurt, maar we gaan in het geestelijke. Zodat we het zien als een trilling en niet meer als een ding wat op je afkomt. Mm-hmm. Ja, dat merk je natuurlijk ook als je naar een feestje gaat of zeg, want je zet mooie muziek op, dan zie je zo dat je energie verandert. Dus dat is natuurlijk harmonie. Ook de liefde die hun uitstralen, ja. Dat kan je ook in een muzieknummer vinden. Maar dat kan je ook in een groep vinden waar je heen gaat. Dat je denkt, goh, of van die mens krijg ik nou energie. Of daar krijg ik motivatie van. Ja. En ja, je kan je ook triest voelen natuurlijk. Hè? Het ligt maar net wat diegene uitzendt. Zeker. De intentie zit daar weer achter. Ze zenden harmonie uit. Dus harmonie is geluk en overvloed en gezelligheid en plezier en genieten. Dat hoort bij die harmonie. Ja. Daar word je blij van. Alles waar je blij van wordt. Ja. Dat is het universum, dat is vreugde. Ja, anders zou je in elkaar vallen, hè? Ja. Luister, een orgel produceert zeer lage bastonen. Laten we deze tonen nu eerst zo verlagen dat we ze niet langer kunnen horen. Het gevoel of de ervaren emotie van het geluid blijft toch hangen, nietwaar? De trilling gaat toch door, hoewel ze onhoorbaar zijn. Laten we deze tonen nu zo ver verhogen dat ze zo hoog zijn dat ze opnieuw onhoorbaar zijn. Het gevoel of de emotie blijft toch hangen. De hogere trilling gaat toch door. We weten dat geen van beide invloeden ooit ophoudt, al zijn ze buiten het bereik van onze fysieke oren. Dat is wat wij als de geest aanduiden. Wanneer het fysieke de zeggenschap verliest, neemt de geest de macht over. En die macht reikt veel verder, omdat hij een veel grotere verscheidenheid van trillingen dan de puur stoffelijke omvat en veel vatbaarder is voor beheersing door gedachteninvloeden of trillingen. Aangezien het denken veel nauwer verbonden is en samenwerkt met de geest. Het fysieke is beperkt tot het lichaam en reikt niet verder dan het lichaam. Het fysieke is ook volledig beperkt tot handelingen van het lichaam, terwijl de reacties buiten zijn bereik liggen. Wat lichaamsreacties betreft zijn we geest. Als we dat begrip gebruiken, zo begrijpt u dat het stoffelijke lichaam beperkt is. De geest doordringt niet alleen elk atoom van het zogeheten stoffelijke, hij doordringt ook volledig elke nietigste onderdeeltje van alle materie, of dat nu een vaste stof of een gas is. In werkelijkheid is het de kracht waarvan de vorm is gemaakt waar materie zijn verschillende patronen aan ontleent. Ja. Materie kan op geen enkele andere wijze haar verschillende vormen aannemen. De mens is de enige vormgever en coördinator van deze verschillende patronen die materie aanneemt. Sta me toe af te dwalen voor een korte uitleg. U ziet de grote centrale zon van ons universum vlammen in al zijn schitterende pracht.
En terwijl de horizon geleidelijk terugwijkt en een nieuwe dag aan het licht brengt, wordt een nieuw tijdperk, een nieuwe Pasen geboren. Dit zogenoemde universum van ons, dat rond die centrale zon wentelt, is slechts één van de 91 van zulke universums die rond een centrale zon wentelt. Dus dit zogenaamde universum van ons, dat rond de centrale zon wentelt, is slechts één van de 91... Keer 91. Ja, maar hier staat één van de 91 van zulke universums. Klopt. Die rond een centrale zon wentelt. Dus wij zijn één universum van de 91. En dan volgens mij nog keer 91, hè, wat hier nog verder... Het gaat maar door. Ja, het gaat maar door, ja. Ja. En er is één centrale zon, maar je hebt natuurlijk ook meerdere zonnen van een universum. Ja, ja. Want daaruit ontstaan natuurlijk de planeten. Daarboven heb je nog een grotere zon. Ja, de moederzon. De moederzon, ja. Waar de zonnen uit ontstaan zijn. Waar de zonnen weer uit ontstaan zijn. Ja, ja. Ja. Maar die zonnen komen er niet zomaar. Dat is nog ver tot in het oneindige gaat dat. Ja, alles is vruchtbaar dus. Alles is vruchtbaar, alles is schepping. Ja. 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 En elke ster is een zon. Ja. Ja, het is een zonnestelsel. Wij zitten in één zonnestelsel. Onze planeet, onze negen planeten in een zonnestelsel. Ja, dus elk zonnestelsel heeft zijn zon. Dus niet elk universum heeft een zon. Die heeft meerdere zonnen. Meerdere zonnen. En nog meer is een keer nog hogere moederzon. Want het gaat steeds tot in het oneindige. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja. Elk zonnestelsel heeft dus een zon. Ja. De zon is 91.000 maal zo groot als de totale of gezamenlijke massa van alle 91 universums. Mm-hmm. Dat is die centrale zon, hè? Ja, dat gaat dan nog verder, hoor. Ja. Dus die centrale zon, die is rond een centrale zon. Dus dat is die moederzon, die centrale zon. Ja, van een deel zonnestelsels, van die 91. Maar dan is dat nog, want het is oneindig. Er zit geen grens. Nee, dus die centrale zon... Ja. Daaromheen zitten dus al die zonnestelsels. Ja, en ja. Die voedt dus dat gehele universum. Ja, het is een kloppende energie. Ja. Ja, en die is dus 91.000 maal zo groot als de totaal of gezamenlijke massa van alle 91 universums. Ja, lees maar verder. Ja, deze centrale zon is zo kolossaal dat elk van de 91 universums die er in volmaakte orde en volgorde omheen wentelen, ja. In vergelijking... daarmee even klein is als één van de minuscule deeltjes die rond de centrale zon, of kern, zoals u het noemt, van een atoom draaien. Het kost dit universum ruim 26.800 jaar om zijn baan rond de enorme centrale zon één keer te beschrijven. Het beweegt zich in exacte overeenstemming met één complete precisie. Van de Poolster of Noordster. Twijfelt u eraan dat er een grote, positieve, goddelijke macht dit alles beheerst? Nou, inderdaad. Hoe kunnen mensen denken dat dat dom is? Dat kan niet. Dat kan je toch niet denken? Alles draait mathematisch om elkaar heen. Het is een perfectie. Ja. Het is een perfectie en het denkt. Het denkt. Het is geest. En het is bewust. Ja, en daar zijn wij uit ontstaan, uit deze grote intelligentie. Kosmisch bewustzijn. Waar zijn mensen dan met hun bewustzijn heen beland, jongens? Ja. Zelf ook, hoor, heb ik in het verleden toch verschrikkelijk gehypnotiseerd geweest. Kosmische bewustzijn, ja. Laten we terugkeren naar onze waarnemingen. Kijk goed. Er verschijnt een beeld en u ziet de witte bolvormige schijf van de zon. Op de witte schijf verschijnt een rode vlek. Kijk scherper en u zult zien dat een minuscuul punt zuiver wit licht uit die rode vlek straalt. Dit is geen lichtstraal, het is een constant aanwezig punt zuiver licht. De levensvonk dat wordt uitgestraald en wordt opgenomen in dat wat geboren moet worden. Het is voor u slechts een minuscuul lichtpunt, maar het is reusachtig voor hen die het van nabij kunnen waarnemen. Hoe vreemd lijkt dit voor u? Binnen zeer korte tijd zult u door een instrument kijken dat uw oog helpt om al deze dingen te zien. Dit instrument zal de mensheid bovendien nog veel meer wonderen onthullen. Okay. Ja. Dit boek is dus geschreven in 1800. En hier heeft hij natuurlijk over de telescoop of over de microscoop. Ja, dat we natuurlijk dingen nog meer kunnen inzoomen.
Gedurende miljoenen eeuwen heeft de grote centrale zon de kloppende, pulserende, maar harmonische emanaties van energie naar zich toegetrokken, die zichzelf moeten uitdrukken of anders uit elkaar barsten. Zie dat een enorme nevelachtige gasmassa aan de zon is ontsnapt. U hebt zojuist in beelden het ontstaan waargenomen van de planeet Neptunus. Ze laten dat zien, hè? Met je ogen eigenlijk, als je je kan ontwikkelen, hè, dan kan je zijn dus... je ogen lenzen. Ja, je ogen zijn lenzen en dan kan je de beelden die je hebt waargenomen in je verleden of waar dan ook, of wat je wil laten zien aan de mens, projecteren. En ja, dan kunnen mensen gewoon jouw beelden, jouw gedachten op, zien. Op de wand. Op de wand kan je projecteren. Als je het al ziet dat je het in je droom kan doen. Dat je in je droom ook beelden. Je kan in je droom heel veel films meemaken. Je kan het voelen. Je kan het, dus jouw geest is dan bevrijd. Ja. Hè? Dus je kan, die mensen kunnen dat zo. Die hoeven daar niet voor te dromen. Maar die kunnen hun ogen zijn lenzen. Ja, het is net een projectie. Dus ze spelen hier wat af op hun kleine hersenen. En ze kunnen het projecteren op de wanden. Ja. Ja. Dus hij laat het hier zien aan de groep door de projectie van zijn geest. Ja. Zojuist in beelden en ontstaan waargenomen van de planeet. Dus u hebt zojuist in beelden het ontstaan waargenomen van de planeet Neptunus. Nu een grote massa microcosmische deeltjes of atomen die met grote kracht en energie uit de oude zon zijn gestoten. Alhoewel nevelachtig en onduidelijk is het punt van licht dat verscheen voordat de definitieve uitstoting plaatsvond, de centrale zon, die de kracht heeft om zelfs de nietigste deeltjes, evenals die van grotere omvang, die uit de oude zon zijn ontstaan, naar zich toe te trekken en bijeen te houden. Uw eerste gedachte is dat er een uitbarsting heeft plaatsgevonden en dat deeltje van de zon de ruimte in zijn geslingerd. Wacht een ogenblik en zie wat er werkelijk is gebeurd. Waarom blijven de deeltjes en gassen dicht bijeen? En vormen ze een uitgesproken cirkelvormig patroon? Het komt door de intelligente wet die erachter zit en ze in perfecte orde en harmonie stuurt. Dit bewijst dat dit geen toeval is, maar in volmaakte orde en samenhang gebeurt. Beheerst door wet die nooit faalt. Dit punt van licht, deze centrale kern, is de centrale vonk of zoon, de Christus van het mensdom, waaromheen het hele mensdom draait. Dit wordt geestkracht genoemd. Deze wet is van kracht in alle eenheden van de mensheid. De centrale vonk is een punt van zuiver wit licht, de Christus die in de eerste cel doordrong. Vervolgens breidt deze cel zich uit, deelt hij zich en geeft hij dat licht door aan een volgende cel, die uit zijn deling is ontstaan en waarvan de onderdelen bijeen worden gehouden door een gelijktijdige bestaande bindende kracht die liefde wordt genoemd. Mooi, hè? Prachtig. Liefde. Oh, ja. We moeten echt allemaal in contact komen met liefde, met echte liefde. Echte liefde, ja. Ja, met de liefde. Ja. Dat is jouw essentie. Ja. Wij zijn gemaakt uit liefde. Ja. Alles is liefde. Het hele universum is liefde, harmonie en liefde en vreugde. We zijn kinderen van het hele grote orgaan. Ja, prachtig, hè? Deze deeltjes worden gevoed om bijeengehouden en bijeengehouden zoals een moeder haar kind vasthoudt en voedt. Ja. Het deeltje is in werkelijkheid een kind van de zon, dat de kern van de centrale zon in zich heeft. Ja. Wauw. Ja. De kern is het evenbeeld en gelijkenis van de ouder, die het juist heeft geproduceerd. Die kern is het evenbeeld en gelijkenis van de ouder. Dus die zon is de ouder. Ja, dus dat is vader en moeder. Nee, dus de zon is de vader en moeder van deze planeet. Oké. Okay. Van alles wat bestaat. Van alles wat bestaat, maar we hebben meerdere zonnen. Mm-hmm. Ja, dat is de ouder van die planeet. Jij bent de ouder van jouw kind. En ik ben de ouder van jou. Maar komen wij dan uit? Dan hebben we een hele grote bron die onze vader is en onze moeder. Dat is het vrouwelijke en het mannelijke. Maar dat is dan die moederzon. Dat is dan die... Wij dragen dat. Wij zijn de tegenhanger van die hele grote intelligentie. Van alles. Ja. Dat is de mens. De mens is God zelf. Ja. Ja, want wij kunnen denken, wij hebben de hersenen. Ja, wij hebben de vrije wil gekregen. Wij hebben de vrije wil gekregen. Ja. Om te scheppen, om te creëren. Ja. Want wij zijn het geest. Wij zijn de grote geest in actie. Mm-hmm. Mm. Ja, mooi. Prachtig, hè? Je begint steeds zo meer te vatten, hè? Oké, deze energie
die hem omgeeft en die voor zijn leven en groei noodzakelijk is, naar zich toe te trekken. Ja, de wet van aantrekking. Om te versterken en vast te houden. Ja. Uiteindelijk versterkt hij de meest uitgestrekte sfeer van ons universum. Ja. Okay. Toen Neptunus net was ontstaan en de centrale zonenergie grotendeels van zijn ouder, de zon, naar zich toe begon te trekken, begon het atoom zijn vorm aan te nemen. Dat wil zeggen, het begon zich te vormen tot het patroon dat voorafgaand aan zijn ontstaan voor dit atoom was geprojecteerd. Hij bezette wat bekend staat als de wiegbaan. De baan binnen de baan die Mercurius tegenwoordig beschrijft. In deze baan kan het kind zijn materie gemakkelijker van de ouder krijgen. Omdat het zich veel dichter bij de ouder bevindt. Dus het bevindt zich dichter bij de baan van de zon. Daarom onttrekt hij veel meer energie. Ja, hij wordt uit de zon. Het is een baarmoeder, de zon, en die geeft het kind... Die baart het kind. Ja. Dus het kind wordt in de wiegebaan gezet. Oh, ja, ja, ja. Het is de dichtste kracht, de dichtste kring bij de zon. Ja, om gevoed te worden. Om gevoed te worden. Dus ja. net als wij een kind krijgen, we geven een borstvoeding. Ja. Het zit bij de ouder aan de borst. Ja, dat willen ze afpakken, die smeerlappen. Nou, kom maar door. Ja, dus de ouder geeft het kind alles wat hij nodig heeft. En het kind begint te groeien, dus die krijgt de aantrekkingskracht wat die zon heeft. Mm-hmm. Omdat... Te creëren waar hij voor bedoeld is. Mm-hmm. Hij is het moeder, hij is het kind van de zon, dus hij gaat ook een planeet worden. Hij bezette wat bekend staat als de wiegbaan. De baan binnen de baan die Mercurius tegenwoordig beschrijft. In deze baan kan het kind zijn materie gemakkelijker van de oude krijgen. Omdat het zich veel dichter bij de oude bevindt. Terwijl het materie aan zijn oude onttrok, begon het vaste vorm aan te nemen. In plaats van louter gasachtige dampen in de nevelachtige staat te blijven, begonnen de chemische elementen zich te vormen en vast te worden. De vaste stoffen die uit de chemische processen ontstonden, begonnen stabieler te worden en door intense hitte en druk begon zich een gesteente structuur te ontwikkelen. Naarmate deze half vloeibare substantie verder stabiliseerde, begonnen ze aan het oppervlak af te koelen en vormde zich een korst. Deze korst werd zwaarder en compacter, zowel door het afkoelingsproces als door de opneming van deeltjes in en toevoeging van deeltjes aan de buitenkant van de korst. Toen deze korst sterk genoeg was om de draaiende massa bijeen te houden, werd deze massa de primaire gesteentestructuur van de planeet, met in zijn centrum een half vloeibare gesmolten massa. Is die aarde dan nu hol of is dat wel gesmolten massa? Er zit gesmolten massa in, dat is het vuur, mm-hmm, van die kracht van de Christus. Mm-hmm. En hij is niet helemaal rond, maar hij is ook niet vlak. Hij is aan beide kanten afgevlakt. En dat is omdat hij rond zijn as kan draaien. Oké, okay, dus dat is die polen. Dat is wat bij ons de energie doorheen, mm-hmm, dat zijn die polen, ja. Ja, dus ja. Die polen die zijn afgevlakt. En dat is eigenlijk ook wat je ziet als je zo'n wereldbol hebt, dat daar zo'n knop op zit en hier met de knop, hij is afgevlakt, zodat hij kan draaien. Aan beide kanten, ja. Ja, ja. Dus okay. Hij is niet helemaal plat. Nee, nee. Ja. Is een beetje, hij is bol, maar dan met afgevlakte kanten. Ja. Oké, okay, apart, hè? Ja. Dan, omdat hij draait, hij moet draaien. Als hij schijven, denk ik niet dat hij... Maar hij moet polen hebben, dus hij moet een as hebben waar hij omheen draait, want hij draait zo. Ja. Dus er is over nagedacht, zeg maar. Er is echt over nagedacht. Net zoals wij een lichtstraal door ons hele lichaam heen hebben. Dus ze hebben, is dat ook. Dat is de Christus. Ja, en dan moet natuurlijk een energie moeten iets draaien. Maar zit er nou een gat in die planeet, zeg maar? Zit er dan, hij is aan beide kanten afgevlakt. Dus er zal iets met die as te maken hebben. Ja, dat daar die hol is. Dat je daarin kan, anders zou je niet zwaartekracht of zo. Of de trein. De kracht van het universum. We zijn lichtstralen, hè? Alles is een lichtstraal. En we hebben hier natuurlijk ook een gat, hè? Als we jong zijn, als we geboren zitten we verbonden met de kosmos. Ja. Dus het is de open, dat is de fontanel. En dat heeft te maken met de pijnappelklier. En de pijnappelklier is het hoofdcentrum van het hele lichaam. Dat is de ik ben van het fysieke lichaam. En dan heb je nog eens een keer de ziel. Dat is de ik ben van het hele universum. Dat is, maar die pijnappelklier is heel belangrijk voor de materie, voor de fysieke lichaam. Die beïnvloedt het hele lichaam in alle klieren, in alle organen.
Ja, die hebben ze natuurlijk met door middel van... Daarom is het zo gevaarlijk, met je stokjes in je neus en met je hypofyse, dat is je derde oog, daar zien wij alles mee. Dus ze douwen die stokjes helemaal door naar je hypofyse, naar je hersenen. En die bevat ook, dit zit allemaal, dit is 7 hormoonklieren. Dat is de epifyse, de hypofyse, de schildklier. En dan hebben we het hart en dan hebben we de pancreas en de bijnieren en dan de eierstokjes en bij de man de testikels. Dat zijn de 7 hormoonklieren. Dus als dit beschadigd wordt, of dit, dan heb je problemen met je hele lichaam. Ja, dus, en dat verschrompelen ze natuurlijk ook, hè, met allemaal gifstoffen en met drinken wat ze erin doen. Ja, maar ze doen met die aspartaan. Nee, met die staafjes nu. Wat, ja. Nou, over die testen. Dat is zo gevaarlijk. Ja. Ja. Maar ja, weet je, ik denk wel dat het... gered gaat worden allemaal, dat het niet te ver gaat gebeuren en dat er wel mensen op kan staan die dat kunnen helen bij de mensen straks, want er zijn heel veel heelmeesters die dat als dat allemaal bevrijd is straks, dat er de healing moet komen, de hele aarde moet geheeld worden. Ja, als je dit dus ook leest, dan weet je dat er zo'n gigantische intelligentie is waar je gerust op kan vertrouwen. Ja, zeker. Weet je, echt je diepe vertrouwen weer gaat krijgen in deze intelligentie die je bent, die jou gemaakt heeft. En dan is er niets wat ze jou, waar ze jou mee kunnen vernietigen. Want je bent die scheppingskracht. En als jij dus weer gaat scheppen dat jouw hypofyse weer geneest of gezond is of weer heel is. Ja. Want jouw beeld in jouw hoofd, dat zorgt ervoor dat het er komt en ontstaat. Tuurlijk, want het patroon is er. Ja. Het model is er. Dus we kunnen hem weer helemaal in perfectie maken. Ja. Dat is jouw ziel. Ja. Dat is de perfectie. Jouw blauwdruk is, die blijft altijd bestaan. En ze willen die blauwdruk veranderen. Dat is het DNA. Maar de blauwdruk is er. Ja, en dat is natuurlijk ook wat artsen veel verkeerd doen. Dus hè, een blauwdruk bij iemand proberen in hun hoofd te zetten. Ja. Die, hè, waardoor de mens die ziekte ziet. Dus wat je ziet, dat heb je. Hè? Dus je drukt met je geest. Ja, tuurlijk. Dat is saaien. Ze saaien een saadje bij. Een saadje. Dat ze zeggen van nou, dat is een ziekte of dit of dat. Dus die mens die gaat dat zaadje groter worden. Want die is er al angst voor als je erin gelooft. Dus dan zeggen ze ook nog, dan komen ze later op controle. Ja, het is weg. Dan hebben ze eerst angst gehad. Dan hebben ze het eerst zo gezegd. Shock. Met allerlei soorten toestanden. En dan in één keer moet je blijven op controle komen. Want ze willen je toch vasthouden. Je bent een verdienmodel. En dan zeggen ze ja, het is weer terug. En dan, dan heb je weer, oh jee. Nou, dan, omdat die mens die gaat op controle. Omdat die angst is. Dat die angst hebt van zijn lichaam. Ze hebben je geest afgescheiden van je lichaam. Ja. Hun hebben jouw geest overgenomen door hun zwarte magie, wat ze vloeken. Het is gewoon een vloek wat ze op je proberen. Hun nemen je lichaam over omdat hun, zeg maar, wetenschappelijk bewezen hebben dat dat daar zit. Maar het klopt niet. Want het is de wetenschap is God? Ja, de wetenschap is God. Ja. En dat is het probleem. Ja. En dat is ook met die wattenstaart. Daarom ook een kind wat het altijd open is hierboven. Dat is de fontanel. Dat is dat hij nog volop licht krijgt van het universum. Ja, wauw. Ja, en wij zelf ook, we krijgen nog volle. Wat is bij lijkschouwingen, wat gebeurt bij lijkschouwingen? Is die hele pijnappelklier is verschrompeld, net zo groot als een ert. Hij hoort zo groot te zijn als een walnoot ongeveer. Dan is die hele in volle actie. Dus daarom verlangen wij zo naar zon. Daarom doen ze het ook de zon steeds verdekken. Dat weet je wel, met allerlei soorten chemicaliën en chemtrails. Want wij zeggen, maar we kunnen het, als we het bewust zijn, kunnen we het gewoon visualiseren. Hebben we daar niks mee, meer met hun te maken? Dan kunnen we het zelf allemaal opwekken. En ook dat lichaam, hè, dat kan je zelf vernieuwen en verjongen en doen. Ja. Dat is gewoon oefening bij het kunst. Je moet blijven oefenen. Hè? Ja, precies. Wij zijn ook nog leerling. Hè? We moeten ook nog veel Zeker. We worden steeds in contact gebracht met dit bewustzijn. We hebben het Christusbewustzijn, maar het is de angst om het toe te laten. Om bij de mensen van de wantrouwen. Ja. Maar als je dit leest, dan weet je toch dat. Waar denk je waar ik hier zit? We zitten in het universum. Ja. Wie denk je, wie mijn tegenhanger is? Dat is mijn vader, dat de geest, het universum. Ja. Ik praat met God, want God zit in mij. Ja. God, dit is God. Ja. Je hoeft niet verder te zoeken naar daar. Nee, je zit er middenin. Dit is God. Ik praat met de stem van God. Ik hoor met de oren van God. Ja, en wat in mij spreekt, spreekt ook in jou. We praten eigenlijk tegen onszelf. We praten tegen onszelf. En we zijn onszelf aan het leren. We zijn zelf aan het leren, ja. En onze ogen, dat licht wat in onze ogen, dat is onze geest, dat is onze energie. Dus die energie, hoe groter jouw licht in je ogen, hoe meer energie. Ja. En die energie, je kan het zo naar je toe trekken. Ja. Ja. Nou, heerlijk weer. Nou, ga door. Gaan kijken. Toen deze korst sterk genoeg was om de draaiende massa bijeen te houden, werd deze massa de primaire gesteenstructuur van de planeet.
met in zijn centrum een half vloeibare gesmolten massa. Daarna begon uit de gassen en damp die daarvan het gevolg waren water te verschijnen. Als product van de verbinding van deze gassen. Dus inderdaad, dat is wel interessant. Gassen dat, en water. Damp, ja. Ja. Dus damp, water is ontstaan. Toen werd de nevel de naam planeet waardig. Hij evolueerde nu snel naar een toestand waarin hij leven kon onderhouden. Toch moest hij eonen doorgaan, terwijl hij zijn structuur van buitenaf deeltje voor deeltje uitbreidde. Wat is eigenlijk ook het doel van de planeten? Want de planeet Aarde is de enige planeet waarvan ze zeggen waar je kan leven. Ja, nou, dat is niet waar natuurlijk, want het zijn natuurlijk zat planeten waar je wel kan leven. Maar in dit zonnestelsel heb ik het over. 9 planeten in ons zonnestelsel. Als je Venus neemt, dan leven mensen. En op Neptunus hebben ook mensen geleefd. En we zijn... En ook in Mars, in Mars zelf, hoor ik wel eens. Mars zelf, dat weet ik niet. Het zou best kunnen, maar op de planeten leven mensen. Of je hebt natuurlijk ook mensen waar... Je hebt ook planeten waar alleen geen dieren bestaan. Die zijn zo ver in hoger bewustzijn dat alleen maar mensen en planten en zo bestaan. Ja. Omdat dieren eigenlijk zijn ontstaan door een... Door een lagere gevallen trilling. Ja. Bewustzijn. Ja, zijn onze broeders. Ja. Een lagere trilling. Die helpen ons naar een hoger bewustzijn. Je hebt 5 werelden hier zo op deze planeet. Dat is het aarderijk, het plantenrijk, het dierenrijk, het mensrijk. En dan krijgen we het goddelijke rijk. Ja. Dus dan gaan we naar een hogere frequentie. Naar het Christusbewustzijn of het goddelijke bewustzijn. Ja, het mineralenrijk. Het mineralenrijk, dat is het laagste rijk. Ja. Ja. Dat is de stenen en de bergen. Ja. Dat alles denkt. Ja. Alles heeft een intelligentie. Alles denkt, anders zou het niet kunnen leven. Als je het onder een microscoop bekijkt, dan zie je dat alles leeft. Ja, je hebt ook zo'n plant, als je er dichtbij komt, dan trekt hij zich terug. Ja. Of hij komt naar je toe. Zeker. Dus daarin kan je toch ook zien dat je... Alles kan je praten. De varen of zo. Volgens mij is het een varenachtige plant. Als je die dan zo richting die kant, dan trekt hij zich terug. Ja. Dus daarin kan je toch eigenlijk zien gewoon dat alles leeft. Of als alles leeft. Een beestje op een vleesetende plant loopt, nou dan hapt hij ook. Dus dat denkt toch, dan voelt hij het anders. Tuurlijk. Alles leeft en alles denkt. En het is bewust van zichzelf. Ja. Alles is bewust. Ja. Daarom is waar we nu in zitten, is bewust van zichzelf. Ja. En dat is ons geest. Ja. U bent het leven van mijn geest. U bent de intelligentie van mijn ziel. U bent de substantie van mijn lichaam. Dat is de drie-eenheid. Het is lichaam, geest en intelligentie. Ja. Lichaam, leven, geest en intelligentie. Nou, we gaan weer verder. Voortdurende afkoeling van de centrale massa bracht perfectie steeds dichterbij. Nog voordat zijn atmosferische, chemische omstandigheden en oppervlak klaar waren om de organismen van het leven voort te brengen en die organismen in stand te houden. Op dat kritieke ogenblik begon de ouder zon het leven te schenken aan een ander atoom. Toen deze expulsie voltooid was, was Uranus geboren. De extra kracht die bij de expulsie vrijkwam, stiet Neptunus uit zijn wiegbaan. Of kleinere baan en in een grotere. Hij was gedwongen te nemen die door Mercurius wordt bezet. Ten einde in de wiegbaan plaats te maken voor het pasgeboren kind. Uranus, zodat deze zijn voeding van de oude zou kunnen krijgen, tot zijn nevelachtige structuur een planeet werd. Mooi, het schuift eigenlijk gewoon op. Ja. In welke baan zitten wij eigenlijk nu? Ik weet het, je kan het wel zo zien. Ja. 4 of 5. Ja. Dus wij zullen ook opschrijven, want ik zal weer een nieuwe planeet komen. Ja. Er was al een nieuwe planeet bezig. Ja? Oh. Ja. Opnieuw komt de situatie tot rust en alles gaat lange tijd goed. Neptunus, het eerste kind, groeit op en nadert de toestand waarin hij leven kan onderhouden. Er ontstaan zelfs amoeboïde vormen in zijn troebele, brakke water of binnenzeeën. Vervolgens is er een ander atoom klaar om te verschijnen en wordt Saturnus geboren. De extra kracht die ten tijde van de expulsie vrijkomt, stoot Uranus uit de wiegbaan en stoot tevens Neptunus uit de baan, die nu wordt bezet door de planeet Venus. Neptunus was nu voldoende afgekoeld en zijn oppervlak ontwikkelde zich zover dat hij in staat was leven te onderhouden. Op deze planeet, terwijl hij deze baan bezette, werd aan de voorwaarden voor de instandhouding en voeding van menselijk leven, zoals de aarde dat tegenwoordig kent, in een mate voldaan waarin het menselijk element zich kon hechten aan de selecte amoeben die noodzakelijk zijn voor de instandhouding en manifestatie van de menselijke vorm.
Zo ontstond het eerste menselijke geslacht. Niet de dierlijke amoebe, maar de menselijke amoebe. De amoebe van het selectieve type met intelligentie die het proces van evolutie kon bekorten en dat ook deed. Op deze planeet waren de omstandigheden perfect voor de selectieve menselijke ontwikkeling. Dus eigenlijk zal dat wel dan in elk zonnestelsel dus zo'n planeet zijn waar mensen leven. Ik denk het wel. Er waren geen lagere dierlijke organismen. Er ontstond dan ook geen dierlijk leven. En dit is op Neptunus. Ja, Neptunus is de grootste planeet. Oké, dus daar leefden dus eerst de mensen. Ja. Oké, dus op Neptunus was dus geschikt voor het menselijke ras en daar waren geen dieren. En hoor je het woord Neptunus? Neptunus. Neptunus. Ja. Tunus. Ja, onze achternaam. Onze Tunus. Achternaam, ja. Tunus komt van de god Neptunus, toch? Ja. Ook zoiets apart. Hij was eerst een koning van de zee, hè? Ja. Neptunus. Wat kan Atlantis? Ja. Zo ontstond het eerste menselijke geslacht die de dierlijke amoebe, maar de menselijke amoebe. De amoebe van het selectieve type met intelligentie die het proces van de evolutie kon bekorten. Ja. En dat ook deed. Ja. Ja, op deze planeet waren de omstandigheden perfect voor de selectieve menselijke ontwikkeling. En deze ontwikkeling vond in snel tempo plaats. Er waren geen lagere dierlijke organismen. Er ontstond dan ook geen dierlijk leven. De planeet werd bewoond door superieure menselijke wezens die zich snel ontwikkelden tot een volmaakt mensenras. Dat volledig in staat was zich direct met kosmische of waterachtige substantie te voeden. Ze zouden op deze aarde dan ook als goden zijn aangeduid. Veel van de legenden en mythen, ja, dus op onze aarde worden deze mensen als goden aangeduid. Legenden en mythen zijn ervan. Ja. Veel van de legenden en mythen van tegenwoordig vinden hun oorsprong in en zijn opgebouwd rond deze grootse mensen. Ze stemden exact overeen met het beginsel waaruit ze waren ontstaan. Dit geslacht begon door zijn vermogen te benutten om schoonheid en perfectie tot uitdrukking te brengen. Perfecte en mooie omstandigheden te creëren. In feite maakten ze van de planeet een paradijs van schoonheid en volmaaktheid. Het was de bedoeling dat dit mensengeslacht deze volmaakte toestand, die men door totale macht over alle elementen had verwezenlijkt, eeuwig in stand zou houden. Wanneer deze mensen een wens kenbaar maakten, werd die dan ook ogenblikkelijk vervuld. Met het verstrijken van de tijd begonnen sommige zelfzuchtigen te wensen hun medemens te overtreffen. Deze toestand leidde tot verdeeldheid. En verdeeldheid resulteerde in egoïsme en hebzucht, die tweedracht veroorzaakte. De tijd die besteed had moeten worden aan creëren om te kunnen helpen en bevorderen, werd verspeeld aan twist en strijd. Ja. Dat is, ze hebben dus een leider gekozen, omdat ze dachten dat misschien was het volk te groot geworden. En dachten ze, nou, we kiezen nu één iemand aan die dan misschien toch het onderricht zou blijven bevorderen. Rut. Ja. Maar die steeg het hoog in de bol. Die ging naast zijn schoenen lopen. Ja, oh, alle eer aan mij, niet meer aan God zelf. Ja, God zijn uitgevonden daar. Ja, ja. Toen vielen de engelen van hun troon. En Bill Gates. Ja. Nee. Echt, hè? Oh, oh. In plaats van dicht bij hun oorsprong te blijven, werden ze het oneens en groeiden ze ver uit elkaar. Totdat iedereen op een enkeling na dat wat verheven en edel was uit het oog verloren. Nou, dat is ook precies wat, ja, als iedereen niet meer met niet zijn goddelijke bronnen. Ze luisteren niet meer. Nee. Ja. Ja, het zal wel zo moeten zijn, zodat we niet meer naïef. We waren naïef. Zo goed als iedereen liet zijn veilige en beschermde leven los. Hierdoor ontstond rond de planeet een werveling. Dit is nog steeds Neptunus, hè? Ja. In plaats van zich aan de volmaakte patronen van het goddelijke te houden, waardoor ze een compleet universum van goddelijke eigenschappen op goddelijke planeten hadden kunnen verwezenlijken, verslapten ze zozeer dat de volgende uitbarsting, toen die plaatsvond, dermate enorm was, dat nadat de nevel was gestabiliseerd, de resulterende planeet groter was in massa dan alle planeten die eerder waren ontstaan. Zo verscheen de grote planeet Jupiter. Er kwam zoveel extra energie vrij dat Saturnus uit de wiegbaan, in de baan die nu door Mercurius wordt bezet, werd gedreven. De uitbarsting was zo kolossaal en het zonnestelsel zo verzadigd dat enorme hoeveelheden
hoeveelheden asteroïden zich om Saturnus vormden. Rangschikten en schaarden. Omdat ze een andere polariteit hadden, konden ze niet samensmelten met Saturnus. Ze bleven dan ook zelfstandig en hun enige keus was zich tot asteroïdengordels rond de planeet Saturnus te vormen. Ja. Als zodanig worden ze gewoonlijk de ringen van Saturnus genoemd. Sommige van deze asteroïden zijn zo groot als planeten. De kracht dreef Neptunus, die grote mooie planeet, uit zijn baan en in de baan die nu wordt bezet door de aarde. De kracht dreef Neptunus, die grote mooie planeet, uit zijn baan en in die baan die nu wordt bezet door de aarde. Ja. Oké, dus de aarde bezit nu de plek van Neptunus? De aarde zit nu in de plek van Saturnus. Ja. Al zijn pracht en luister en al zijn grootste bewoners op enkele na werden weggevaagd. Door die kracht dat hij uit de baan geswiept werd. Nou, dat had we moeten wezen, want... Hè? Ja, natuurlijk, die kracht van die zon die wou weer balans gaan brengen. Dus die deed zo'n grote energie maken... Zodat het... Die heeft hem een kontje gegeven. Die heeft hem een kontje gegeven, ja. Zo, pionk. Ja. Pop. Ja. Zij die gespaard zijn gebleven, hadden hun goddelijke erfenis nooit losgelaten. Ja, je kan ook niet dood, hè. En hadden hun lichaam zo samengesteld dat ze zich in veiligheid konden brengen. In de emanaties van de geestsfeer. Ja. Die overal is en de 91 universums die nu bestaan volledig doordringt. In deze toestand hebben ze hun identiteit en kennis kunnen bewaren en bekend kunnen maken, zodat die nooit verloren zullen gaan. Door en op grond van deze idealen leven wij nu. We maken aanspraak op verwantschap met deze groten. Zij vormen het wortelras van de mensheid. Door hen zijn de idealen van de mensheid behouden en is de goddelijkheid van de mens in stand gebleven. Ja, bij sommigen is het nog ver te zoeken, maar... maar nou ja, het uiterlijk is natuurlijk voor, nog steeds kijk, een kijk, wat wij ja. zien, maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die het wel weten. Ja. Daarna volgden vele miljoenen eonen die de nevel van Jupiter nodig had om vorm aan te nemen als planeet. Zijn omvang is zo enorm dat hij zelfs nu nog maar weinig is afgekoeld. De tijd verstrijkt met snelle vleugels en de zon is klaar om het leven te schenken aan de vijfde nevel, Mars. De bloedrode planeet komt tot leven. Wanneer deze expulsie is voltooid, zien we dat zich in de machtige Jupiter een verschijnsel voordoet. Plotseling heeft zich op haar zijkant een reusachtige rode vlek ontwikkeld en stoot ze een geweldig deel van zichzelf uit. Ze heeft het leven geschonken aan een satelliet, die een maan wordt genoemd. Oh, dus die maan is er niet gezet. Er zijn dus mensen die zeggen deze maan is nep. Nee, dat is die satelliet. Oké. Dat hoor je toch heel veel mensen zeggen, ja, deze maan is nep of die is er gewoon neergezet. Ja, hoe dan? Die is er gewoon even neergezet. Nee, dat is die satelliet, omdat hij niet als op een planeet lijkt. Oké, dus... Het is toch wel een licht iets. Ja, plot. Ja, en het is ook, dat heeft ook invloed op onze planeet. Hè? Want het heeft ook invloed op ons gestel. Sommige mensen hebben maanziekte of weet ik veel wat, of ja, kunnen niet slapen. Volle maan, half of menstruatie, maan, ja. Of sommige mensen die worden zwanger. Baby's worden geboren. Ja, baby's worden geboren met maan. Baby's zijn geboren met volle maan. Ja, en eb en vloed en zo. Dus, ja, alles heeft met de maan te maken. Ja, als de maan zoveel doet met de zee, met eb en vloed. En wij bestaan 70% uit water, of plus minus misschien nog wel meer. Wat doet dan zo'n maan ook met ons als dat eb en vloed met de zee veroorzaakt? Dat is toch ook niet zo gek dan, hè? Nee, zeker niet. Even kijken. Plotseling heeft zich op haar zijkant, dus dat is dus die maan, een reusachtige rode vlek ontwikkeld. En stoot ze een geweldig deel van zichzelf uit. Oké, dus heeft het leven geschonken aan een satelliet die een maan wordt genoemd. Er is wanneer beide expulsies plaatsvinden, zo'n surplus aan kracht opgebouwd dat de reus Jupiter uit de wiegbaan wordt gedreven en er ruimte komt voor de planeet Mars. Wanneer de reus Jupiter zijn nieuwe baan inneemt, is de rot wervelende nevelachtige vorm volstrekt niet in staat de grote massadeeltjes naar zich toe te trekken die ten tijde van zijn geboorte werd uitgestoten. Wat was je? Nou, Mars dat werd geboren, maar uit Jupiter is die maan gekomen, toch? Oké. Dus de ja. maan komt uit Jupiter. Komt uit Jupiter. Ja.
geschreven, zeg maar. Ja. Toch? Ja. Zien we dat ze zich in een machtige Jupiter een verschijnsel voordoet. Plotseling heeft zich op haar zeggen. Oké. Dus de maan komt uit Jupiter. Jij bent scherp. Ja, ik ken het hele boek buiten. Nou, deze deeltjes werden zo ver weggeslingerd dat ze binnen de invloedssfeer kwamen van Neptunus, Uranus, Saturnus en Mars. Aangezien ze een andere polariteit hadden, konden ze echter niet door die planeten worden opgenomen. Ze werden aparte asteroïden zonder planetaire polariteit. Ze kunnen hun positie als planeet dan ook niet innemen en kunnen niet in goede orde en harmonie rond de centrale zon draaien. Bijgevolg vliegen ze als kolossale zwermen, meteoren zonder eigen ritme of beweging, voorteilend met vreselijke snelheid de ruimte in, om tegen andere planeten te botsen en op hun oppervlak in te slaan. Of door de klap van de botsing aan stukken te worden gereten. Ook worden in hun dolle vlucht door de ruimte minuscule deeltjes meegevoerd, tot ze geleidelijk weer tot de waterachtige massa vervallen en ze opnieuw kunnen worden opgenomen in een geassimileerd door de grote centrale zon om andermaal als nevels te worden uitgedreven bij het ontstaan van andere planeten of atomen. Vervolgens komt de uitbarsting die het leven schenkt aan een nevel, die tenslotte onze aarde vormt. Mars wordt uit de wiegbaan gedreven en onze aarde neemt zijn plaats in. Dus wij zijn de zesde. Oké. De zesde volgens mij. Zo worden de planeten allemaal naar een andere baan gedreven om plaats te maken voor het nieuwe kind. Vervolgens wordt Venus geboren. Even kijken, daarna wordt Mercurius geboren die de andere planeten of atomen opnieuw in een ruimere baan drijft. Waarmee deze bezetting van planeten die met de huidige astronomie zichtbaar zijn. 8 in totaal. Ben ik er eentje gemist? Nee, er komt er nog één. Oh. 8 zijn er nu, maar er is een 9e is er aan het komen. Dus ja, gaan we. Oké. De huidige astronomie zichtbaar zijn. 8 in totaal. Compleet is. Eigenlijk zijn het er 9, omdat de wiegbaan niet door Mercurius is ingenomen. Hij wordt bezet door de laatste nevel of het laatste kind, maar die nevel heeft geen vaste vorm aangenomen en is dus niet te zien. Niettemin is hij er. En zijn invloed is voelbaar. Zo bevat het universum waartoe onze aarde behoort 9 planeten of atomen met hun 9 banen, die ze met wiskundige precisie volgen, rondom de centrale zon of kern. U hebt nu beelden gezien van deze schepping zoals het tijdens een ordelijk proces ontstond. Er gebeurt iets met Neptunus, de planeet die het verst van de zon verwijderd is en de grootste baan beschrijft. Hij heeft zijn volle ontwikkeling bereikt en ook zijn maximale snelheid. Hij heeft nu ook zijn maximale lichtsterkte en is klaar om zich als zon te manifesteren. Hij zal echter verzwakken wanneer de nieuwe nevel vorm begint aan te nemen en de zon klaar is om het leven te schenken aan de 10e nevel. Voordat deze expulsie plaatsvindt, heeft Neptunus in zijn draaiing rond de centrale zon zijn topsnelheid bereikt. Hij vliegt de ruimte in en ontploft, om vervolgens terug te keren in het waterachtige. Vandaar kan hij weer worden opgenomen door de centrale zon, om die zon meer energie te geven, zodat meer planeten of atomen kunnen ontstaan. Maar gebeurt dat met elke planeet? Dus ja. Uiteindelijk ontploft die? Ja, omdat het banen zijn. Hè. Kijk, ze zitten eerst in de wiegbaan, dus ze krijgen voeding van die zon. En dan komen ze in de puberbaan. Ja. En zo gaan ze steeds worden om meer volwassenen te worden. En ze krijgen ook een grotere draai. Dus ze worden groter en die grotere draai. Dus ze gaan meer licht uitstralen. Want wij zijn ook een lichtbaken, ja. De aarde. Dus ze gaan meer, omdat ze door hun snelheid steeds groter worden, gaan ze steeds meer licht uitstralen. Hoe sneller, hoe meer licht. Dat zijn dynamo's. Ja. En dat gaat op een gegeven moment helemaal tot de 9e, want ze moeten steeds opschuiven, omdat die zon geeft steeds weer een nieuwe planeet. Mm-hmm. En elke keer als die de 9e planeet bereikt is, daar de nummer 9, het verste, moet die uit elkaar, omdat die geen zon mag zijn. Ze hebben één moeder maar. Eén moeder hier in deze zonnestelsel. Ja. Dus die blijft altijd die moeder. En dan zou het allemaal verbranden ook. Hè? Precies. En dan, daarom springt hij uit elkaar. Hij weet het. Hij wordt weer tot waterachtige substantie gebracht. En hij keert zich weer terug naar de zon. Om haar weer alle kracht te geven van wat ze nodig heeft. Om die scheppingskracht door te duren. Dus het blijft altijd zo doorgaan. Ja. Het is een geven en een krijgen.
En dat is eigenlijk is dat ook niet de circle of life? Is dat dan ook met de mensen zo? Dat je dan toch dood moet gaan of zo? Nee, de mens is een ander wezen. Die is God zelf, want het universum blijft bestaan. Ja, ja, het universum gaat niet uit zijn baan. Nee. Het atoom gaat niet uit zijn baan. Het is het zonnestelsel. Ja. He? Dus wij zijn die intelligentie van het hele universum. Wij kunnen kinderen baren en we kunnen die kinderen... Wij zijn die zon. Wij zijn die moederzon. Ja, wij zijn die vader en moeder. Wij zijn dat Christus. Ja, Christus, het licht. Wat die zon, die hebt eerst een lichtje, zie je aankomen. Dus er komt een lichtje. Dus ik denk, oké, wat is dat lichtje? Dat is die Christus. Van wat die planeet moet worden. Elk mens is de Christus. En de Christus van die zon, die laat een planeet geboren worden. Dat is het leven, ja. Dat is het leven van die planeten, wie die uit die zonnen komen. Dus, en die geven dat weer terug aan deze zon. Wij geven het weer door, want daarom is geven en krijgen zo belangrijk. Ontvangen, ja. Ontvangen, geven en ontvangen. Ja, 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 ja. Daarom, dat zeggen hun ook, daarom is het zo belangrijk. Als je geeft, krijg je terug in volle overvloed. Ja. Je moet niet geven uit angst, nee, je moet geven uit vrije wil. En ook niet geven omdat je dan wat terug wil. Maar nee, dat gaat niet. Uit liefde. Uit vrije wil. Dat is een goeie, ja. Dus wat geef nu gebeurt, zijn ze willen je wil afpakken en ze willen jouw wil hebben. Kant en klaar kan je erop wachten dat ze uit hun baan gaan. Deze regering of al die... Maar als je dit toch leest, wat voor intelligentie, jongens. Dat hele universum bezit. Ja, maar dit begrijpen ze niet. Dan denk je toch, waar zijn ze in godsnaam mee bezig? Waar is ons bewustzijn? Nou ja, ik spreek even niet over die van ons. Gelukkig voor de mensen die dus dit allemaal inzien, jongens. Dan denk je toch voor de mensen die het... niet zien of niet snappen, waar ben je in godsnaam mee bezig? Ja, en alles wordt in zijn baan. Kijk, de mensen die Christus verwezenlijkt hebben, dat wij, net zoals Jezus en Boeddha en Osiris en Isis, en dat is niet zomaar wat hun Osiris en Isis ze noemen. Ze misbruiken de goden. Ja. Maar net zoals Mozes en Abraham en alles, dat waren mensen van een bewustzijn. En daar had je de apostelen die geleerd werden door Jezus. Dat zijn de mensen die verlicht zijn. Die hebben de Christusbewustzijn verwerkelijkt. Dus, en wij zijn een handje vol. We zijn een paar atomen voor het universum. Dus er zijn zoveel mensen die verlicht zijn. Die al zoveel verder zijn. En die helpen ons. En wat betekent ook verlicht? Hè? Want verlicht, als ik naar verlicht denk, dan sommige mensen zien dan een boek licht. Maar ik zie van vrij van lasten. Vrij van de last die de mens met zich meedraagt van... die onzin hypnose, denk ik. Ja, de want geest... je bent al licht natuurlijk. Je bent niet het al licht worden als je al licht bent. Je bent het al licht. Je geest is bevrijd. Ja, je geest is bevrijd zodat het lichaam licht uit kan stralen. Ja. Want we zijn kristalhelder licht. Ja. Maar het lichaam moet licht uit gaan stralen. Dan kan je zien, daarom hebben ze ook die kransen om hun hoofd heen. Ja, die halo's. Die halo's. Bij die mensen die verlicht zijn. Ja. Omdat die hersenen die worden gevoed nu door kosmisch licht van binnen en van buiten. Ja. Want het is van binnenuit en van buiten, zo binnen, zo buiten. Ja. Het is één groot licht. Ja. En ons lichaam is een lichtlichaam. Ja. Het is elk atoom bezit licht. Kijk het maar onder de microscoop. Ja. Ah, je kan toch alleen maar kusjes aan jezelf geven. Ik ben toch blij met mezelf. Ja, zeker. Ja. Ik ook. Ja, iedereen moet gewoon liefdes geven aan zichzelf. Heerlijk. Lekker knuffelen met elkaar ook. Hè, dit is ook zo belangrijk. Ja, want je knuffelt jezelf, hè. Ja. Je knuffelt jezelf. Daar doet ze het voor, hoor. Ja. Nee. Ja, je moet toch alleen voor jezelf houden. Ja, zeker. Als je van jezelf houdt, kun je van andere mensen houden. Tuurlijk, zeker. Weet je, anders gaat het niet. Nee. Zeker, een oorbel goed doen. Dat doet ze het veel mooi, hè? Dat zeg je eigen moeder, hè? Mm. Ja, het is een vertrouwen in mij, jongen, niet normaal. Humor. Ja. Humor moet er zijn, lekker lachen. In het universum waar onze aarde deel van uitmaakt, kunnen maar 9 planeten of deeltjes tegelijk rond de centrale zon draaien. Zo is er constante kringloop van geboorte, stabilisatie, dan expansie, dan de hoogste snelheid bereiken. De ruimte invliegen, ontploffen, uiteenvallen, vervolgens weer worden opgenomen door de zon om een nieuwe geboorte mogelijk te maken. Ja. Zo haalt de zon uit het waterachtige terug dat hij verspreidt en wat vervolgens weer waterachtig wordt. Het is een voortdurende vernieuwing via regeneraties in nieuwe geboorten. Ik moet even kijken hoe lang we al bezig zijn, ik kan niet goed zien. 158 minuten. Ach, zijn we dan 58 minuten bezig? Nou zeg, dan ga ik even gauw door. Zonder dit proces zou de grote centrale zon van de 91 universums
evenals de centrale zonnen van de verschillende universums, lang geleden zijn verteerd en zouden alle zijn teruggekeerd in het oneindige waar alle substanties bestaan. Ja. Een wijze intelligentie die alle uitstralingen en ruimte doordringt. Laat de universums vorm aannemen en aan hun mars voorwaarts beginnen. De zon of centrale kern wordt nooit oud en sterft evenmin. Hij aanvaardt, neemt in zich op, houdt vast en stabiliseert. Schenkt vervolgens het leven aan het atoom. Toch verzwakt hij nooit, omdat hij eeuwig in zichzelf ontvangt en opneemt wat hij verspreidt. Zo zijn regeneraties en nieuwe geboorten constant gaande. Universums ontstaan, breiden zich uit en geven terug wat ze hebben ontvangen. Ja. Er is één proces van vooruitgang, van een lagere naar een hogere verwerkelijking. Ja. Gevolgd door een nog hogere. Het sterrenstelsel van 91 universums, waarvan onze aarde en zijn melkwegstelsels van planeten of atomen een onderdeel zijn, is slechts een sterrenstelsel in een nog uitgestrekter universum van 91 sterrenstelsels die rond een nog grotere centrale kern of zon draaien. Die een massa heeft die 91.000 keer zo groot is als die van een eerst genoemde sterrenstelsel. Deze opbouw zet zich voort en herhaalt zich per 91 tal, vrijwel eindeloos, waarbij het geheel de grootste en oneindige kosmos vormt. De sterrenstelsels die de Melkweg, zoals u het noemt, omvatten, deze kosmos wordt vaak de atomaire hittestraal, de bron van de hitte van de zon genoemd. Melkweg? Ja. Deze is geen sterrenwolk waartoe uw zon behoort, maar een nevel die is ontstaan en uitgestoten uit de juist genoemde grote kosmische centrale zon of kern. De zon zoals u hem in deze nevel waarneemt, is maar een deel van de lichtstralen van de zon. Die stralen breken wanneer ze de massa binnentreden, worden dan gereflecteerd door deze gebroken en gevormde stralen het beeld van de zon vormen en die in een schijnpositie plaatsen. Ja. Deze stralen worden zo scherp gereflecteerd dat u denkt echt naar de zon te kijken. Op soortgelijke wijze wordt vele andere planeten of atomen door dit verschijnsel vervormd. Wat veel lijkt is verhoudingsgewijs weinig. Toch beloopt het totaal van hun feitelijke aantal in de vele miljoenen. Door goed naar het beeld te kijken, zult u zien dat deze nevels of hun zonnen geen schijven zijn, maar sferisch en rond en aan de polen afgeplat, net als onze aarde. Als u ernaar kijkt, neemt u alleen het groot afgeplatte poolgebied waar. Ja. Maar dus dat zijn die afgevlakte polen waar je het over dat die vlak is, ja. Daarom denken mensen dat die plat is. Ja, die plat is, ja. Oh. Oh, dat makes sense. Ja, want weet je, die zon die schijnt en die reflecteert op de aarde. En die schijnt aan een andere kant. Wij denken dat wij de zon zien, maar waarom is dat gemaakt? Omdat we niet al die kracht van die zon kunnen hebben op de aarde. Daarom wordt die gereflecteerd. Dan kunnen wij die zon verdragen. Want anders zou je verbranden. Ja, ja, ja. Ja. Dus nog, ja. Doordat die natuurlijk aan die polen afgevlakt is, denken de mensen die... Dat die vlak is. Dat die ja. platte aarde-denkers, die zien natuurlijk die vlakte en die beelden vanuit de NASA. Dat denken, die zien misschien alleen dat beeld van die vlakte. Ja. En denken dat die aarde dus plat is. Ja. En die berekeningen die kloppen natuurlijk voor geen meter. Want er is nooit verteld in geen enkel geschiedenisboek dat die polen afgevlakt zijn. Ja. Ja, want ze weten dat natuurlijk wel. Alleen waarom vertellen ze ons dat dan natuurlijk niet? Mag je niet weten. Waarom niet dan? Ja. Wat is er dan zo belangrijk? Dat is misschien die straal. Ja, het is toch... Maar dat makes sense, hè? Waarom mensen dus denken dat die aarde plat is, hè, jongens? Ja. Dat maakt dus wel... Dat geeft een oplossing. Ja, een oplossing dat je denkt, verrek. Inderdaad, want dan zouden mensen denken, inderdaad, hij is plat. Ja, dan weet je... Dat zou ik dan ook denken als je een foto ziet en hij is plat. Terwijl het eigenlijk die afgevlakte polen zijn. Dus hij is niet... Hij is ook niet hoekig, maar hij is hier bol en daar vlak. Ja, tuurlijk. Dat is, en zijn as zit er middenin. Maar hij moet toch draaien kunnen? Ja. Die as, ja, ik snap die, het die, nu. Het licht, bij ons draait het ook. Dat is onze energie. Kijk, als wij zien dat we die energie zien, dat blijft
draaien zo. Ja. Dat is het leven. Ja. Dat alles beweegt. Ja. Dus het is een beweging. Ja, 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 ja. Anders zou het stilstaan. Ja. Als we kijken, wat ik wel eens met mijn ogen heb geleerd, weet je wel, dat je zegt van oké, alles beweegt. Want als ik die kant op kijk, gaat de kamer die kant op. Ja. Ga ik die kant op, gaat de kamer die kant op. Ja. Als het dat niet doet, dan zou mijn ogen geen lenzen zijn. Maar iets, weet ik veel wat, ja. Staar. Ja, staar of zo. Ja, het moet natuurlijk een 3D-beweging. Het is een beweging, ja. Alles is een beweging. Ja. Dat is ook met de dag en de nacht. Het is een beweging. Ja. We draaien om de zon. Ja. Nu is het donker in Amerika, of licht in Amerika. En maar dit verklaart een hoop, ja. Hè? Dit verklaart heel veel ook. Heel veel mensen vragen mij natuurlijk ook, hè, wat denk je dan van de platte aarde? Ik zeg ja, helemaal plat als een schijf, gewoon plat zo. Dat resoneert niet met mij. Nee. Maar dit verklaart heel veel voor mij wel. Ja. Omdat het gewoon zo mathematisch duidelijk is uitgelegd, waardoor ik het begrijp wat me ook voorzien. Want ik zie wel ronding. Ja? Ik als ik ook in een vliegtuig zie, zie ik een ronding. Ik voel zelf, zie ik wel een bolling. Tuurlijk. Dat die berekeningen niet kloppen, dat die geschiedenis verkeerd is geschreven. Dat geloof ik direct. Ja? Tuurlijk. Ze hebben alles. Allemaal, omdat ze zelf ook niet bewust, misschien deel wel, deel niet, omdat ze zelf geen oplossing wisten. Ze kennen ook niet mee. Want die zegt dat die NASA helemaal perfect is en alles, want ja. Ze kunnen het niet. Nee. Want zoals dit hier verteld wordt, dat weten ze zelf niet. Dat staat niet eens in geen enkel boek. Nee, natuurlijk. Het is allemaal dat je echt denkt, Jip en Janneke, is het eigenlijk? Ja, ja, en dit is logisch. Als je hierover nadenkt, is het logisch. Voor mij wel, ja. Want dan voel je de energie ervan. Ja. Je voelt het. Als het niet logisch is, zou je het niet voelen. Nee, en ja, kijk, er zijn misschien mensen die nu kijken en voor hun klinkt het misschien niet logisch, maar voor mij klinkt het in ieder geval. Ja, voor de meesten wel, want het is te begrijpen dat er 9 planeten, je weet dat er 9 planeten zijn. Je weet, er zijn mensen die dat ook niet geloven natuurlijk. Ja, dat kunnen ze wel zien, want je weet ook dat Master is en dat ze allemaal een naam hebben en waar moeten ze anders vandaan zijn. Ja, je kan ook met een telescoop kijken. Ik heb een gigantische telescoop en dan kan ik gewoon kijken, zoals beeldjes, film, weet ik wel allemaal maken. De kringen en ze worden steeds bewuster. Nu zijn ze ook al bezig met computers allemaal. Dat je de hele aarde kan bekijken. Ja. Overal kun je zo inzoomen met dat met de computer. Heet het ook weer op Google Earth. Ja, daar kan je ook zien dat als jij zeg maar naar de polen gaat. Dat je echt gigantisch ver in kan zoomen. Dus er zit iets van een gat of iets. En dat is afgeschreven. Het zijn de polen. Maar die pool die zit niet alleen daar. Want dan zou die, nee, het zit aan die kant ook. Want anders zou die vlak zijn. Nee, ja. Of het is doodlopend. Ja. Dus je kan naar beneden, maar je kan niet meer verder, ja. Dus ergens, het is hij heeft een as. Wij zitten ook aan die as. Dat is de straal. Ja, de lichtstraal. Ja, als je ook zo'n wereldbol koopt, zie je hem ook altijd aan die assen vastzitten. Hè, zodat hij kan draaien. Dus, en dat hij ook zo schuin zit. Ja, tuurlijk. Het zegt een hoop. Ja. De overweldigende massa van de grote kosmische zon oefent zo'n enorme invloed uit op lichtstralen, dat ze door heel de kosmos heen worden gereflecteerd. Ze worden ook duidelijk beïnvloed en gereflecteerd doordat ze in aanraking komen met atomaire of kosmische stralen. En hun deeltjes worden zozeer van hun plaats gestoten dat van een verzameling planeten en sterren duizenden beelden worden gereflecteerd. Zo lijken duizenden planeten en sterren op een verkeerde plaats te staan en worden nog eens vele duizenden van die beelden opnieuw gereflecteerd wanneer we door het universum kijken. Tonen de beelden beide kanten en zien we het licht dat honderden miljoenen jaren tevoren vrij kan en dat de hele kosmos rond is geweest. Zo krijgen we 2 beelden in plaats van 1. Dus al die deeltjes zijn in de kosmos rond geweest. Dus het is niet de kosmos is rond, dat is niet wat ik zeg. Het ene beeld betreft de planeet zoals die honderdduizenden jaren geleden was. Terwijl het andere de planeet betreft zoals hij honderden miljoenen jaren geleden was. Dit gaat op voor heel de enorme kosmische orde. In veel gevallen kijken we eigenlijk naar het grote verleden en kunnen we langs dezelfde weg ook in de toekomst kijken. Er bestaat een onzichtbare samenhang, zoals de in miljarden cycli versterkte gedachte of hartimpuls, waardoor spirituele orders zich verspreiden, die in alle universum beheerst. Deze geweldige kloppende impulsen of hartslagen verspreiden zich via de intelligentie die het waterachtige dat de kosmos zijn spirituele equivalent omgeeft en geheel doordringt. Het zijn deze gigantische hartslagen
die de levensstromen in elk atoom van de totale kosmos laten doordringen en zich perfecte orde en perfecte ritme in beweging houden. In deze oneindige onmetelijkheid van de kosmos kunnen geen zieke of disharmonische cellen bestaan. Omdat één zieke of disharmonische cel de harmonie van alle cellen zou verstoren. Chaos zou dan een tijd lang het resultaat zijn. Dit geldt ook voor het menselijke organisme wanneer het door disharmonisch denken wordt verstoord. Uit deze centrale leiding ontwikkelt zich het begrip Godheid. De hartslag van de menselijke eenheid stemt overeen. Zij het in miniatuur met deze hartslag. De mens komt voort en is equivalent van de intelligentie die macht heeft over heel de waterachtige bron. Hij bestaat gelijktijdig met de bron en ontleent alles rechtstreeks aan deze geweldige waterachtige reservoir. Zoals ook de grote centrale zon uit die bron put. Maar in hogere mate vanwege zijn verbondenheid met de hogere intelligentie die de bron leidt. En daarom is het natuurlijk ook zo koud in het universum en zo heet als de zon, zodat nevel gaat komen. Want koud en warmte maakt natuurlijk dan. Dat is balans. Ja. Nou, lieve mensen, wat is het toch een prachtig boek. En elke keer als je het weer opnieuw leest, lees je weer nieuwe dingen en vallen er steeds meer. Dat komt ook omdat dit is spiritueel. En spiritueel betekent geestelijk. Het is een geestelijke ontwikkeling. Elke keer is het boek anders. Ja. Omdat je dan de dingen snapt weer. Ja. Je bent dat groeien in bewustzijn. Als je dit boek gaat begrijpen, nou, dan ben je al heel ver. Ja. Ja. Dat kan ook iemand zijn. Een kind kan het begrijpen. Het ligt eraan hoe open je geest is. Het gaat niet om jaren studeren. Nee. Dat je hooggeleerd moet zijn of zo. Het gaat gewoon om het begripsvermogen. Het is het aannemen en het verder verwerkelijken. Ja. Het aannemen en het verder verwerkelijken. Als je iets niet snapt, moet je iets vragen. Daarom willen we het uitleggen. En dat is op een... Mensen moeten informatie hebben. Ja, en als jullie ook vragen hebben, joh, stel ze altijd gewoon onder mijn video. Hè. Kijk, ik kan niet altijd op alles reageren. Ik doe mijn best. Vaak neem ik het mee in de volgende video als jullie vragen hebben. Of ga ik er een video over maken. Maar waar ik op kan beantwoorden, zal ik gewoon beantwoorden. Stel dus altijd gewoon al je vragen gewoon rustig in de, hè, onder in de reacties. Vind ik ook hartstikke leuk altijd als mensen reageren. Maar neem me niet kwalijk als ik niet altijd kan reageren. Want ja, soms krijg je zoveel berichtjes. Ik ook zo druk af en toe. Ik kan ook niet altijd reageren. Ik kijk echt. Ik heb jullie gelezen. Hè? Dus geen zorgen maken. En meestal neem ik het dan mee in de volgende video. Of reageer ik zodra het kan. Ja. Nou, heel veel liefde en geluk weer allemaal voor jullie. En we houden van jullie. En, zeker. Ja, en nou, weer terug naar de tijd van Neptunus. We moeten weer terug, jongens. Besef komen, gelukkig, dankzij dit boek, jongens. En dankzij velen, dankzij de innerlijke intelligentie in jezelf. Heel veel liefs en geluk, ja. Ben je nog geen abonnee? Druk maar hier beneden op de knop op abonneren. Mis geen enkele video van mij. En vergeet natuurlijk de notificatie wel ook niet aan te klikken. Zodat je meldingen krijgt als ik een nieuwe video upload. Nou, hele fijne dag. Doei! Doei, doei, ben liefst.